komen ze voorbij? Want jullie verzorgen eigenlijk rondleidingen door Den Haag op de fiets. Zeg ik dat goed? Ja, we organiseren fietstoers, dus keurt ze in Den Haag en dan doen we op de fiets. En eigenlijk de reden om te fietsen, ja, ik heb heel veel wandelen, dus ik fiets altijd. En dus op de fiets en met grote groepen, zijn dat mensen uit Den Haag of zijn dat mensen vaak mensen juist buiten Den Haag? Nou, het leukste, kijk, mensen denken vaak aan fietstoers, dus ja, pak je fiets, maak je een rondje. Maar achter onze fietstoers zit een hele identiteit. Oh, dus het is echt meer dan dat. Het is echt op mij, het is echt een identiteit. Ja, vertel. Ja, we zijn wel mensen echt aan het opvoeden. Rob, serieus, maar dan vertel. Dus, ja, we hebben eigenlijk, ik heb heel lang gereisd, al 10, 12 jaar op heel de wereld. Want je bent ook fotograaf? Ja, freelance fotograaf, door één ding die ik echt leuk vind. Ik vind toerisme heel saai gewoon. Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Al die bussen die stoppen voor Binnenhof en dan vertellen een verhaaltje wat we al een paar honderd jaar vertellen. Mm-hmm. Heeft ook iemand gezegd, dit is een mooi gebouw, en dan gaan we daar een paar honderd jaar naartoe en zeggen, dit is een mooi gebouw. En dat werkt gewoon, want toerisme is heel eenvoudig en mensen zijn heel snel tevreden. Nou, als ik zelf reis ga, ik neem een boekje mee, dingetjes, ik wel niet zo'n goede vriend van mij op die er woont, dan laat hij me een stad zien en dan denk ik, ja. De echte stad, zeg maar. De echte plekken. Mag ik het zo, kan ik het zo gewoon niet... De waar fiets je dan? Ja, wat is nou de echte... Wat moeten mensen gezien hebben? Ja, dat is eigenlijk per persoon verschillend. Dus we hebben eigenlijk verschillende tours opgezet. Dus van een Haagse taaltour tot een beachstadtour tot een Haagse smultour. Het een beetje uit was waar de inwoners zelf heel veel van genieten. Waarom woon ik hier? Waarom woon jij hier zo? En ja, we kunnen dat niet zeg maar verkopen onder het kopje echt Den Haag. Want dat is er niet. Iedereen heeft zijn Den Haag. Het valt ook sowieso niet te markten als een dit is Den Haag, de rest is eigenlijk toeristisch. Uiteraard ben ik zelf ook een toeristisch bedrijf. Maar het begint wel te werken. De mensen die naar ons komen, die vertellen dat door al dat soort dingen. We hebben nog geen acquisitie gedaan, we hebben eigenlijk bijna nog geen PR zelf gemaakt. Dat was afgekomen. We zijn alleen bezig om het product